Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze Bitcoin koers update. Alhoewel, we gaan ook kijken naar andere altcoins en deze is natuurlijk wel educatief van aard en geen financieel advies. En deze wordt in samenwerking gemaakt met bitcoinmeester.nl, de partij in Nederland waar je cryptocurrencies kunt kopen, maar ook verkopen en ook beheren. Dus je vindt de link onderin de videobeschrijving. Dan beginnen we met Bitcoin en we gaan straks nog even kijken naar Chainlink, de traditionele markten en Ethereum. Maar we beginnen met de wekelijkse grafiek van Bitcoin. Want als je niet weet wat de koers doet, is het altijd goed om even uit te zoomen om te kijken wat er dan gaande is. En we zien dus in ieder geval op de wekelijkse grafiek dat we lower highs aan het maken zijn sinds de top op juni 2019. Lower high, lower high, lower lows, lower lows, lower lows. Dus de wekelijkse trend is wat dat betreft nog steeds omlaag. En dat is nog niet veranderd en zal ook niet veranderen tenzij we eigenlijk deze triple top op 10.500 gaan verbreken. Zolang we daaronder blijven, ben ik ook bearish. En de eerste weerstand omhoog is die 9800. We zien hier ook, als we even inzoomen, dat die 9800, dat is ook een... we zijn erboven geweest, hebben afwijzing gekregen van die Golden Pocket regio. En daarna hebben we het nog een keer geprobeerd, maar daar zijn we afgewezen op die 9800. En je ziet ook dat die wekelijkse candlestick... Ik zal even deze weghalen. Ja, dat die wekelijkse candlesticks niet boven die 9800 zijn gesloten. Dit is de weerstand voor de bulls. Zolang we daaronder blijven, verwacht ik ook dat we verder door zullen gaan naar beneden. Pas als we boven die 9800 komen, dan word ik bullish. Of dan verander ik in ieder geval mijn perspectief van bearish naar bullish. En zolang dat niet gebeurt, ben ik dus bearish. Ik haal hem weer even terug voor mijn plaatje in ieder geval. En wat dat betekent is dus dat we in mijn ogen verder door zullen gaan naar beneden. Zolang we die 9800 niet kunnen verbreken. We zien nog wel dat we hier die 12 hiermee support hebben. Dat is wat dat betreft positief. We zien ook dat het volume aan het afnemen is. Dus we hebben hier eigenlijk in de stijging best wel wat boelvolume gezien en aflopend volume in deze daling. Wat dat betreft zou dat positief kunnen zijn voor het bullish scenario. Maar overal het plaatje, afwijzing van de Golden Pocket regio, deze rode lijn hier, bearish divergentie op de RSI. En dat maakt mij toch meer bearish. En de eerstvolgende support die we onder deze downtrend lijn vinden is de 50 moving average op de wekelijkse. En die zit rond de 85,40. Die zit op 85,95. Vervolgens hebben we support rond de 81,60 tot 8200. En dat is hier zo. Maar mijn uiteindelijke doel of mijn main target hier is nog steeds die 7700. Wat eigenlijk een clean cut is geweest. Sinds we hierboven zijn gekomen in deze beweging zijn we heel snel omhoog gelopen. Dus ik verwacht ook dat we eigenlijk die 7700 gaan testen. En daaronder hebben we de 100 moving average rond de 7400. En de 0,5 Fibonacci op de 7140. Of we bij de Golden Pocket regio komen zoals we vaak zien waar de koers naartoe beweegt, dat is een andere vraag. Maar in eerste instantie 8600 per potentieel 8200. En ook als we daar boven kunnen blijven, dan hebben we de onderkant van deze range eigenlijk getest. Dus die Golden Pocket regio en 81 tot 8600. En dan zouden we nog weer omhoog kunnen gaan. En dan wordt het wellicht één grote daling zo. Om vervolgens toch voor te kunnen zetten en een volgende poging te wagen om die 10.500 te breken. Vooralsnog is het volume enorm afgenomen. Volatiliteit is enorm afgenomen en dat zorgt vaak voor een grote beweging. Dus het zou kunnen dat we vandaag of morgen misschien wel zo'n candlestick van $1000 naar beneden krijgen in het bearish geval. Dus dat voor Bitcoin op de wekelijkse grafiek. En als we doorgaan naar de dagelijkse grafiek, we zitten al een tijd in deze consolidatiefase, waarbij dus deze zone hier eigenlijk boven de 8600 en die 200 moving average eigenlijk nog niet opnieuw getest zijn. En daarom verwacht ik onder andere ook dat dit opnieuw moet worden getest. Een tussenstopje op de 8800 hier, op die 100 moving average op de daily, voordat we dan doorzetten naar die 8600. Maar ik denk dat we dan in ene keer wel door zullen gaan richting die 200 moving average en de groene rechthoekige box hier onderin. Wat ik wel nog wil doen is eigenlijk de dagelijkse grafiek, de dagelijkse close afwachten. Ja, want we zien hier deze blauwe turquoise lijn die op dit moment nog support is. Als we hier support blijven houden en daarboven sluiten, dan zouden we toch nog een bounce omhoog kunnen krijgen voordat we echt verder gaan naar beneden.
En als we daaronder gaan sluiten vandaag, dan verwacht ik ook dat we de komende dagen verder door zullen gaan naar beneden. Nogmaals, ook op de dagelijkse, die 9500, als we de 9800, dat is in ieder geval de grens die de bulls moeten breken. En een eerste indicatie van bullish perspectief is als ze bij deze golden pocket regio boven de 50 daily moving average kunnen komen rond de 9400. Zolang dat niet gebeurt, ben ik bearish. En als we doorgaan naar de 4-uur-grafiek, hè, want het werd vanochtend toch alweer wat spannender. We kregen een flinke daling. We zitten ook onder alle moving averages, hè, de 200 moving average op de 4-uur, de 50 moving average op de 4-uur. We hebben geen golden cross gekregen, waarbij de paarse lijn de gele lijn naar boven kruist. Ook dat is niet gebeurd. En we zien dus dat we eigenlijk alleen maar afwijzing zien. Wat we zien op de 4 is in ieder geval dus dat we buiten of onder die blauwe lijn zijn gekomen. Maar nogmaals, ik wil eigenlijk wel een dagelijkse sluit zien boven die lijn of onder die lijn. En dan kunnen we verder bearish zijn. Maar als we nog boven die lijn op de dagelijkse kunnen sluiten, dan zouden we nog een bounce omhoog kunnen maken richting die Golden Pocket regio hier op de 91,43 tot de 91,50, wat ook weer die onderkant is van die groene box, wat constant eigenlijk of een support of een weerstand is geweest de afgelopen weken. En wat we wel op de view ook zien is dat dit wel een flinke bearish beweging is. We hebben hoog bear volume en we zien nu laag bull volume. En deze bounce zou nog wat langer kunnen duren, want we zien ook dat RSI eigenlijk, ja, is die oversold. Hij is praktisch oversold en lijkt hier een bounce te maken. Maar vergis je niet, ook de RSI op de 4-uur die kan flink lager komen voordat er een echte bounce komt. Dus dat zou in dit geval ook kunnen gebeuren. Hoe dan ook, Bitcoin ziet er wat dat betreft bearish uit. Dus potentieel hier een bounce omhoog. En als het op laag bull volume blijft, dan zullen we daar een afwijzing krijgen. En we zouden ook op de lagere timeframes meteen al kunnen afwijzen. Maar we zien hier dat er gespeeld wordt met die turquoise lijn. En ja, de boven, de onder, de boven, de onder. En we zien hier dat er een fake-out naar beneden is geweest uit dit symmetrische driehoekje. Maar die zet niet door. De bear zet in dit geval niet door in ieder geval. En even kijken. De RSI was vanochtend dus ook oversold. En we zien dus dat er een kleine bounce is daarvan geweest. En we zijn niet eens boven de 0,382 Fibonacci gebleven. En in bullish momentum zie je dat de koers vaak niet onder die 0,382 Fibonacci komt. En dat is positief. Maar andersom, als je in het bearish geval ziet dat die koers ook niet boven die 0,382 Fibonacci wil komen, dan is dat bearish. En dat zie je ook aan het volume op de 4 uur. Dus laag bull volume. Dus Bitcoin houdt zich op dit moment nog staande. Maar ik verwacht eigenlijk dat we verder door zullen gaan zakken de komende uren en ook zeker de komende dagen. Wil je ook leren traden? Wil je weten waar je de lijnen moet tekenen? Wil je weten hoe je de moving averages kunt gebruiken? Doe dan zeker even de gratis kennismakingscursus. En je vindt de volledige cursus ook onder deze videoanalyse. En daarin leer je dus van A tot Z waar je je trades moet plaatsen, waar je in en uit moet stappen, wat voor soort trader jij bent, hoe je emoties onder controle moet houden, de trendlijnen, volume, MACD, van alles wordt besproken. Dus kijk daar zeker even naar. En als we even kijken naar Ethereum versus Bitcoin. En vaak zie je dus als Ethereum echt aan het stijgen is versus het Bitcoin paar, dan weet je ook dat je ook in een echte altseason zit. We hebben wat kleinere altcoin caps flink zien stijgen. Maar voor Ethereum is dat nog niet het geval geweest. En we zien dus dat Ethereum hier weer in die Golden Pocket regio terechtgekomen is. Daar stand heeft gehouden. Maar als Bitcoin gaat dalen, dan zie je vaak dat mensen vanuit een alt weer teruggaan naar Bitcoin, omdat Bitcoin vaak wat stabieler blijft. En dan, je ziet dat nu eigenlijk ook al. Bitcoin is vanochtend toch redelijk gedaald. Of vandaag is hij al redelijk gedaald. En je ziet ook dat Ethereum versus Bitcoin, dat Ethereum het wat minder goed heeft en er minder sterk voor staat. Blijft die support, dat is belangrijk voor Ethereum versus Bitcoin, dan zou het nog kunnen doorzetten. Maar eigenlijk verwacht ik ook dat Bitcoin door zal zakken en dat deze weer richting support zal gaan op de 50 daily moving average en potentieel wat verder door naar beneden. Dus ja, dus dat zou vervelend zijn voor de Ethereum bulls, want dat zag er eigenlijk vrij goed uit nadat we uit deze downtrend lijn waren gebroken en boven deze horizontale lijn waren gekomen. Maar goed, ja, dat is nou eenmaal hoe het gaat. En als we kijken naar Ethereum versus de dollar, ook die is weer eigenlijk binnen de downtrend lijn gekomen. En er waren eigenlijk twee scenario's die we konden krijgen hier. Eentje door naar de 251, wat weer weerstand was.
Maar op dit moment lijkt het er dus op dat we die lijn weer hebben gebroken. En dan verwacht ik eigenlijk dat we het scenario krijgen richting de $222, waar eerder ook support zat. Dat voor Ethereum. En dan kijken we nog even naar Chainlink. Vanochtend in de Bitcoinmagazine.nl analyse had ik een Adam en Eve patroon getekend, een top. En die hebben we geretest eigenlijk. Het zet nog niet echt door naar de technische target. We hebben wel een uitbraak naar beneden gehad, een hertest. En hij lijkt nu eigenlijk door te zakken. En als Bitcoin ook verder zal zakken, dan verwacht ik dat Chainlink daar ook in mee zal gaan. In ieder geval richting die support of die technische target op $7,69. Dan de S&P 500. Wat we hier eigenlijk dus zien is een triple top. Top, top. En dit is op de dagelijkse grafiek. En we zijn nu eigenlijk met een gap down naar beneden gevallen. En wat je toch eigenlijk vaak ziet is dat als de gap, of tenminste als de S&P 500 opent, dan opent hij of omhoog of omlaag natuurlijk. Maar je ziet vaak dan na een aantal uren dat hij een ommekeer krijgt in de koers. Vooralsnog is dit dus bearish naar beneden geopend. Maar we zien al dat ook hier support is gevonden op die 12 hiermee. En dat de koers hier licht aan het stijgen is. Dus we gaan zien hoe dat gaat eindigen. Dit is voorlopig de sterke weerstand. Zolang die niet gebroken wordt, verwacht ik dat we verder door zullen gaan naar beneden. En Bitcoin daar ook in mee zal gaan. Kunnen we die weerstand breken, dan is dat ook positief voor Bitcoin en zal die waarschijnlijk mee omhoog gaan. Maar goed, dus dat was het voor deze analyse in ieder geval. Ik zou zeggen, like de video als je er wat aan hebt. Als er nog vragen zijn, laat het zeker weten onder de comments. En ik zou zeggen, happy trading en een hele fijne dag.